Ja, ik doe even liggen, Jan. Hey. Nou, we zijn even maar onderweg gestopt, want we hadden trek. Ja, toch, schat? Mm-hmm. En jij hebt een cheeseburger. Zonder groente. En ik heb lekker... Ja, maar rood, dat is nou, dan neem ik... curry. Maar hij denk ik van... dan neem ik ook maar wat mee, denk ik. Mm-hmm. Maar, oké. Ja, hè? Doe ik even een raampje open. Zo, hè. Maar, hoe vind je hoe wij gewoon nu aan het vloggen zijn? Al een paar maanden. Anderhalf jaar of zo. Mm-hmm. Vertel, hoe vind je dat? Ik denk dat we dat goed doen. Waarom? Dat heet omdat we nu de mol volgen. Ja, volgen, ja, mm-hmm. De mol. Mm-hmm. Ja. En dus ook met wat meer recht op koken en dergelijke. Ja. Met al die diertjes natuurlijk. Mhm. Ik denk dat het wel interessant is voor degenen die willen kijken. Oké. Okay. Nami. En hoe vind je dat en dat wij nu elke maand eigenlijk naar en naar samen toe gaan? Dat is ook wel interessant. Hè? Waarom? Vertel. Dat is wel gezellig toch, hè? Ja, maar waarom? Ze kennen ons daar. Ja. Eet je snacken? Ja. Gezelligheid, even weg van huis. Mhm. Het is frisjes. Ah, meneer Koukleum hoor. Een lekker warme gordel aan. Ja. Nou, en we zijn dus nu bij mama geweest. Ja. En bij oma Koen. En we hebben Rijken 28 november gehaald. Toen was het nog zo. Mm-hmm. Hoe vind je dat en dat mama het doet en met Rijka? En dan gewoon graag een eerlijk antwoord. Nou, het lopen, dat doet ze goed. Het trainen. Ja. Alleen nu had ze pijn in de rug vandaag. Mm-hmm. Dus dan loopt ze niet zo heel ver. Maar Rijka doet het verder. Rijka. Ja, Rijker. Nee, Rijka. Rijka. Ja. Heb je ook nog een vraag aan mij? Oh ja. Ja? Wat vind jij van iedere keer uit eten gaan bij samen? Gezellig. Leuk. En wij hebben, als het vrij is, hebben wij gewoon een eigen hoekje. Ik wil proeven, die curry. Het hoekje heeft nog een speciale naam, toch? Ja, en dat heet de Lampion. Mm-hmm. En... nog een andere leuke vraag. Hij is lekker, maar pittig. Hoa. Nee, is een beetje te pittig. Hoe vind je hoe de buurt op mij reageert? Omdat er dus nu ook een roddel ter ronde gaat. Ik doe toch even een beetje. Dat er dus nu een ronde. Dat en dat dus nu weer iets in de wijk rondgaat. Dat ik dus op het fietspad blijk te hebben gereden. Tegen de richting in. Met de auto. En met de auto. Wat vind je ervan? Waarom? Ik vind het een vreemde, maar goed. Het zal ergens vandaan gekomen zijn. Ja. Waar vandaan weet ik niet, maar... Rolls hebben altijd de ding om hun eigen leven te gaan leiden. Ja. En ja, je krijgt nu inderdaad van iemand te horen dat de ronde gaat. Mhm. Maar hoe vind je dat en dat de buurt zo over mij denkt? Ik vind het interessant dat ze allerlei dingen aan jou toekennen waarvan je partner deel hebt genomen. Ja, kijk, ik heb rijles, ja. Maar ik ga niet tegen de richting in de auto op een fietspad tegen de richting in rijden. Nee. Nee, spookrijden hoort niet tot de rijlessen. Nee. Of ik moet het even handvragen. Mochten jullie willen weten en via welke rijschool ik rij. Ik rijd dus via rijschool Hans Schippers. Mm-hmm. In Voorburg City. Ja. Dus, aardig, rustig, vriendelijk. Ja. Begrijpend. Mm-hmm. En hoe vind je het nou om met mij 15 maanden en nog wat getrouwd te mogen zijn? Mogen zijn, hoe? Ingewikkelde. Ja, nou en? Yeah.
dat nou voor rare vraag? Gewoon. Jij, en jij komt niet zomaar met een random vraag. Ik wel. Nou, ik denk dat wel dat een goed gaat, zeg maar. Ja, waarom? Nou, we zijn nog steeds bij elkaar, toch? Bedoel, ja, soms is. En soms af en toe een beetje ruzie worden. Ja. Een meningsverschil, maar dat heeft elke een relatie. Mm-hmm. En als je dat niet hebt, dan is je een relatie gewoon niet goed. Mm-hmm. Elke relatie die woorden, ruzie, meningsverschillen hebben, nou sorry. Maar dan is je relatie uitstekend, uitmuntend goed. Nee, maar het is wel zo. Mm-hmm. Okay. Ja, dat is voor jou een beetje onwennig om mm-hmm. woorden... hebben, maar... Mm-hmm. Is lekker? Ja. Mooi. Mm-hmm. Ja. En nou staan we lekker in Alkmaar en bij de McDonald's. En nee, we worden er niet voor gesponsord. Totaal niet. Ja, ik wilde een Whopper bestellen, maar die hebben ze niet. Nee. Nee. En een long chicken ook niet. Nee, dat is wel jammer. Dus, nee, maar, hoe vinden jullie het hele media gebeuren coronavirus? Ja, maar wat vind jij ervan? Ja, goed, er is natuurlijk een coronavirus. Oké, ja. Ja? Maar als je gaat kijken naar een percentage, slechts promillage van het aantal besmettingen. Mhm. Nou goed, vandaag de dag was er iets van 600 besmettingen of zo? Ja, zoiets ongeveer, ja. Op een totale populatie van 17 miljoen. Ja. Even denken, wat was dat? Rotterdam waren er 20 of zo? Ja, zoiets ongeveer. Nou, 20 op de... Hoeveel inwoners heeft Rotterdam? Genoeg. Veel. Meer en meer als Den Haag, denk ik zo. Meer dan helder. Dus laten we het houden op een 500.000. Zeker ja. aan de hele korte kant. Maar goed, 500.000 inwoners zou Rotterdam hebben. En er zijn er 20 van besmet. Mm-hmm. Dat is 20 op een 500.000. Ja. Dus dat is 1 op de 25.000 mensen in Rotterdam is besmet. Mm-hmm. Nou. Maar hoe vind je dat en dat de media er zo op zit en dat ook de mensen nu... zo bang worden en dat ze dus zo gaan hamsteren en dat de hele winkels zowat leeg zijn. Nou, je hebt het zelf gezien. Mm-hmm. En bij de Jumbo. Ja. Hoe denk jij daarover? Nou, als mensen willen hamsteren, prima. Maar er zijn genoeg voorraden. Ja. En er wordt ook nog genoeg geproduceerd. Mhm. Ja. Nou, mensen worden nu eigenlijk bang gemaakt. Goed, en door de media. Ja, supermarkt maakt een goede dienst. Ja, alle schappen leeg. Ja, maar... Zoals je weet, was er 2 jaar terug een andere virus. Ja. En daar zijn meerdere doden door gevallen dan wat het nu is. Als je die connectie samen moet gaan pakken. Hoe denk je er dan over deze virus? Ja. En die andere? Nou, die andere is natuurlijk veel besmettelijker. Ja. En de ebola toch? Ja, ebola zoiets. Ja. Dat was dus meer in Zuid-Afrika. En in Zuid-Afrika. De Afrikaanse landen. Ja. Daar heerst het nog steeds volgens mij. Mm-hmm. Daar is dus alle vocht van een besmette patiënt. Ja. Daar zit virus in. Mm-hmm. En dit virus verspreidt zich dus via waterdruppeltjes of iets dergelijks. Ja. Dus niezen, hoesten, et cetera, is alles wat vocht produceert. Daar kan virus in zitten. Mm-hmm. En die moet je dus, zeg maar... op je handen krijgen, de handen aan je ogen, je neus, je mond, weet ik wat. Ja. Door iets te eten. Mhm. Nee, ik hoef niet meer. Qua saus. Kan je binnenkrijgen. Ja. En degene die doodgaan aan dat virus, die hebben toch al een zwakkere gezondheid. Ja, maar nu, dat je ook weet, zoals Spanje is dicht. Ja. Italië is dicht. Ga zo maar door. Mm-hmm. Nu wil ook dus de medische team... Nee. De scholen sluiten. Dat is een voorzorgsmaatregel, kan ik begrijpen. Ja. Omdat kinderen dus ook besmet kunnen worden. Mm-hmm. En over kunnen dragen. Wat wij dus al zeiden en tegen elkaar. Ja. Logisch. Ja.
Maar ik vind eigenlijk dat je dat niet moet gaan verplichten. Maar als je zegt van oké, als je dicht wil, dan mag je dicht. Neem het heft in eigen hand. Ja. Kijk, er zijn plaatsen waar geen besmetting is. Zoals Lutjebroek, noem maar even zijstraatadres. Moet de school in Lutjebroek ook dicht omdat er geen besmettingen zijn? Ik bedoel, hoe groot is de kans dat daar een besmetting plaatsvindt? Als er geen interactie is met buitenaf. Ja, dat en dat weet ik zelf ook niet. Maar nee, maar wij hebben daar zelf ook nu heel veel van gezien. Niet qua de coronavirus zelf. Ook niet in onze eigen omgeving. Maar wel van, althans wij dus in het winkelcentrum waren bij de mall. Dus Leidse Hagen. Als Ro dan eventjes hè, als grapje ging hoesten. Nou, dan gingen dus gewoon mensen maar heel snel weggelopen. Nou, ja. Terwijl hij, dus hij helemaal niks heeft. Gewoon als grapje gaan hoesten. Nou, de mensen zijn gewoon zo bang. Panisch. Kun jij deze nog gooien? Ja, dat kan. Wacht, ja. Dat zeg ik. En de mensen en die zijn gewoon zo bang en panisch. Ja. De media die blaast het heel veel dingen op. Dat hebben wij nu ook heel veel gezien bij ons in de buurt. Toen met meneer Brand. Wat ik net al zei. Kom maar, ga maar naar buiten. De media die blaast het gewoon op. Dus geloof niet alles en wat de media zegt. Dus de media die zegt dit. Maar er is dit. En van waar. Dus ik zou zeggen, geloof lekker in jezelf. Blijf lekker gewoon je ding doen. Dat hebben we ook al zelf zo afgesproken. Stel, Den Haag die gaat ook op slot en je moet binnen blijven. Wij blijven niet binnen. Want we hebben ook nog dieren. Die moeten er ook uit. Ja. Maar dan wordt het alleen maar lekker rustig voor ons. Ja, precies. Dus ik zou zeggen, dank jullie wel dat jullie even naar deze random vragen hebben gekeken. Onderling, tijdens het eten. En misschien gaan we dat wel eens een keertje wat vaker doen. Dat is leuk. Dus, dankjewel. Doei.